going to Ibiza. Nou, een beter idee heb ik nog niet gehoord vanavond met het weer als ik naar buiten kijk. We're going to Ibiza. Hey, je luistert naar NAKPRAAT en vanavond zijn wij behoorlijk in de feeststemming. We hebben al we hebben al gebeld. John de Leeuw hebben we net natuurlijk gebeld. om te vragen of hij ook wist dat NAK vandaag 101 jaar bestond. En ja, hij is geslaagd volgens mij, toch heren? Ja, met vlag en wimpel, zoals het mooi heet. Zonder te wagen. En John wist ook altijd weer heel mooi te vertellen waarom NAK nou zo'n mooie club is. En we gaan denk ik maar eens een oud speler bellen. Ja, dat we een beetje alle facetten van de club zo een beetje gehad hebben, denk ik. Ik zit te denken, Leon, aan Wanny van Gils. Wanny van Gils. Oké, hij zit tegenwoordig in Teteringen, hè? Die is naar Dia gegaan, klopt hè? Is hij verhuisd van club? Ja, die wou weer in Geel-Zwart spelen, geloof ik. Dus, normaal het Oosterhoutse, maar nu afgezakt naar Dia. Ja, klopt ja. Ja, die is een hele tweede helft. Hij gaat over. Oeh, spannend. Geert, goedenavond. Je spreekt met Bas van NAKPRAAT. Ja, we hebben hier een klein vraagje aan jou. Geert, weet jij wat, wat voor bijzondere dag het vandaag is? Ja, toevallig wel. Wij leven 101 jaar, volgens mij. Ja! Hey, gefeliciteerd Geert. Wat heb ik gewonnen? Wat heb je gewonnen? Nog 100 jaar ellende. Nog een jaar NAK, Geert. Mooi, daar doe ik het voor. Heb je een beetje een speciale dag vandaag of is het gewoon een normale werkdag voor je? Het was al een leuke dag vandaag. Wel weer wat stapjes gezet, maar verder wel een werkdag hoor. Geen feestdag. Zeg Geert, kon je het merken vandaag bij NAK? Dat de club jarig was? Ja en nee. Er stond gebak. Daar hebben we dus wel lekker van genoten. Maar dat was wel het enige wat een beetje blijk gaf van onze verjaardag. Ja, klopt. Nou, dat is mooi. Geert, wat maakt NAK nou zo speciaal? Dat is wel een open deurvraag, maar toch gaan wij die vandaag aan iedereen stellen. Ja, die is wel heel erg complex, hè? Die is wel heel erg complex. Ik weet niet, ja, het is natuurlijk, jullie begonnen er ook, jullie zijn er ook al eigenlijk gekscherend iets van nog 100 jaar ellende. Ja, weet je, dit hoort ook wel een beetje bij ons. Ja, de ups en downs, het extreme, de emotie die deze club al 100 jaar teweeg brengt, dat is het bijzondere. En laten we er blij om zijn. Ja, ik bedoel, we zitten nu weer in een fase waar het eventjes wat pittiger is. Maar het leeft tenminste. Er is altijd iets te doen. En ik denk dat een beetje synoniem staat aan NAK. Ja, dat is ook het mooie. En je weet ook eigenlijk nooit wat er gaat gebeuren bij NAK. Never a dull moment. Nee. Even onderbreken, jongen, want volgens mij is de lijn weggevallen. Dus het ging niet helemaal lekker. De techniek laat ons helaas in de steek. Oh, ja, of Geert. Beetje jammer. Hij moest trainen. VV Bavel moest hij vanavond trainen. Ja, dus, die kabel is ook niet lang genoeg naar Bavel toe, denk ik. Maar voor de mensen die het niet gehoord hebben, hij had het goed, hè? Ja, het is, onze Geert had het helemaal goed geraden. NAK vandaag inderdaad 101 is geworden. Dus inderdaad. We hebben weer plus 1 op de teller staan, volgens mij. Inderdaad. Maar wat doet Geert eigenlijk tegenwoordig? Geert zit voor zijn privé voetbalt hij bij Bavel, ja, in zijn privéleven. Ja. Maar bij NAK is hij jeugdcoördinator. Dat is een duur woord, hè? Nou ja, jeugd, ja, is volgens mij gewoon hoofdopleiding. Ja, die was nog van Geert, hè? Oh ja, dat. Nee, maar hij doet geloof ik heel goed werk bij de opleidingen. En daar hebben ze gewoon een hele leuke ontwikkeling op het moment. En hij traint samen met Sander van Gessel de A, klopt dat? Klopt ja, dat doet hij ook nog eens erbij. Dus die heeft zijn handen vol aan NAK momenteel. Maar we hebben wel mooie dingen hoor bij NAK. Ze hebben nou een pilot gestart, waarbij ze met de KNVB. Waarbij jeugdspelers in ieder geval een heel mooi pakket aangeboden krijgen. Waarbij voetbal, opleiding en werk perfect gecombineerd kan worden. Dat doen ze bij de Graaf Engelbrecht. Ze zitten nu bij de WDS-velden bij de Graaf Engelbrecht. Ja, dat klopt. Want de A en de B die traint geloof ik bij WDS. Ja, ja.
En de rest bij Baronie of andersom? Dat kan ook wel geloven. Ja, ze hebben het daar zo geregeld dat jeugdspelers daar in ieder geval nooit later op school zitten dan 4 uur. Dat ze dus meteen om 4 uur gelijk naar de velden van VDS kunnen om daar te kunnen gaan trainen. Ja, dat hebben ze perfect afgestemd. Trainen van 4 tot 6 en daarna gaat WDS zelf gebruik maken van de velden. Ja, ik geloof dat ze ook met de grote supermarkt naast het NAC-stadion ook een deal hebben gemaakt. Dat spelers daar, jeugdspelers daar ook makkelijk aan de baan komen. Dus het is een win-win-win situatie. Ja, maar het zou wel heel mooi zijn als NAC de jeugdopleiding gewoon een eigen stek zou krijgen. Wat we vroeger eigenlijk ook hadden bij het stadion. Dat daar de jeugd aan traint en dat je een eigen kantine hebt. En waar kun je dan lekkere zaterdagmiddag een biertje nuttigen. Ja, dat is wat Geert wel ook voor heeft hoor. Want hij wil weer helemaal terug naar het echte clubgevoel. Dat wil hij weer helemaal terugbrengen bij de jeugd. Want dat ontbeert het natuurlijk aan. En dat is eigenlijk dat zo? Ja, nou ja, dat is, de jeugd zit niet meer bij elkaar. De A-jeugd en de B-jeugd, de hogere klasse van de jeugdopleiding, die trainen bij Baronie. En de jongere gasten die spelen bij WDS, die zitten al niet bij elkaar. Die moet je eigenlijk gewoon bij elkaar hebben en in het stadion eigenlijk in feite. En daarmee dat creëer je veel meer het verenigingsgevoel. Het ideale beeld is natuurlijk dat die gasten trainen met op de achtergrond het stadion. Dus dat is dan het hogere doel waar ze ooit terecht moeten komen. Ja. En dat is natuurlijk wel het mooiste. Inderdaad, het verenigingsgevoel moet terugkomen. Want zo zijn het wat losse clubjes die ergens trainen. Ja. Maar aan Geert ligt het niet. Want wanneer ik op NAC kom, en dat is meestal overdag door de week, dan loopt hij daar ook echt altijd rond. Nee, aan Geert ligt het inderdaad niet. Het ligt meer aan het feit dat NAC geen geld heeft. Ja. En een aantal keren bij de gemeente Breda heeft aangeklopt om een jeugdcomplex in te richten. Maar ja, de gemeente Breda, daar is de geldkraan ook dicht gegaan. Dus dat wordt heel erg lastig over NAC. Over creatieve oplossingen gesproken. Ik kwam laatst in het nieuws. Dat bracht me weer iets te oren over iets wat ik Theo Mommers in de tijd heb voorgesteld. En dat vond hij zo'n stom idee. Wie? Theo Mommers, zo moet er 20 cent in de boetepot. Nee, wat ik toen tegen hem gezegd van ja, oké, je moet met die velden moet je echt bij het stadion blijven. Maar je wil daar ook gaan bouwen. Ik zeg van, nou ja, prima, bouw daar het helemaal vol met kantoren, een plat dak, parkeergarage, supermarkten tot en met. Maar leg gewoon die velden dan op het dak. Ja, daarboven. Bovenop het dak. Dat is ruimte zat. Dat je kunt zo hoog bouwen als je wil. Maar Theo die vond dat niet. Weer 20 cent in de boetepot. Die vond dat niet reëel. En wat zag ik nou in één keer 2 weken terug op het nieuws? In Amsterdam is gewoon die grote meubelboer uit Zweden. Die zat naast een voetbalclub. Ja, en die meubelboer. Klopt. Die wou een parkeergarage. Op die plek van die voetbalvelden. Hebben ze op het akkoordje gegooid. Wij pakken daar een gejoekel van een parkeergarage 3 verdiepingen hoog. En we leggen jullie velden gewoon bovenop. Dus het is gewoon gedaan. Het is gewoon reëel. Lijkt me ook veel mooier trainen ook trouwens. Zeker. Absoluut. Op niveau. Ik kan zeggen. Ja. Wordt het nog eens wat. Gaat die jeugd eindelijk eens een keer hoger opspelen? Ja. Ik had toch mijn poot stijf moeten houden bij die meneer de ex-directeur. Helaas. Maar ja. Het saai zo, we zitten in Zundert en WDS en Baronie. Dus we moeten het even mee doen. Ja, even verder met muziek. En zometeen gaan we naar de volgende belgast. Dit is Katy Perry met Roar.